het vertrek van Holly Hommel en Liv Lieveersbeestje zijn er nog maar 8 kandidaten over. En een van hen is de peer. Maar wie is de peer? Zijn jullie klaar voor weer een spannende opdracht? Ja, mag hopen van wel, hè? Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Het goede nieuws is, jullie moeten hier voor deze opdracht groepjes van 2 maken. Dus 4 groepjes van 2 personen. Ik hoop dat jullie dat gaat lukken. Dan horen jullie op locatie wel verder. Goeiedag, Wopke. Elke keer als je door deze tunnel loopt, krijg jij 1 cijfer. Speranza zit daar te wachten met een boot. Help, ik wil varen. Je krijgt een 4-cijferige code uiteindelijk. En dan moet jij dat proberen in de juiste volgorde te zetten. Lukt dat, dan krijg jij 4 blokjes. Met die blokjes moet je Speranza geven. Als Speranza die blokjes van groot naar klein zet, kan de boot gaan varen. Wopke, ben je er klaar voor? Ja, zeker! In 3, in 2, in 1 en ga! Oké, Wopke, je eerste getal is een 1. Je hebt geen rondje gelopen, Wopke. Opnieuw! Je tweede getal is een 3. Je derde getal is een 2. En je laatste getal is een 1. Wat denk je dat de code is? 1, 2, 3, 4. Dat is correct. Wopke, hier zijn je blokjes. Veel plezier mee. Speranza, welk blokje moet als eerste? Ik denk dat vierkant. En daarnaast dat kleine rechthoekje. Dan dat grotere rechthoek. En dan die rechthoek. Oké, weer. Kom eens kijken. Hoera, dat hebben jullie goed. Speranza, het is goed. Wopke, en omdat Speranza is weggevaren, is zij gevaren naar aflevering 4. En jij mag je klaarmaken voor de test. Speranza, jij gefeliciteerd. Jij bent door naar de volgende aflevering. Yippie! Hallo Egbert en Kees. Kies verstandig wie jullie in de boot doen. Kees. Oké, Egbert, jij mag rondjes gaan lopen. Je krijgt 4 cijfers. En deze volgorde is goed. Kees, jij mag wegvaren. En Egbert, jij mag je klaarmaken voor de test. En Kees is door naar de volgende aflevering. Wat een drama! Hallo Libby en Sion. We klaar voor de opdracht. Hier liggen 4 blokjes. Als jullie daarmee een hoge toren kunnen maken, kunnen jullie maar liefst €500 in de pot verdienen. Maar valt die toren op een gegeven moment om,
is er niks meer. Ja, dan is er een troostprijs voor 1 cent in de pot. Veel plezier met de opdracht. Oké, Sion. Ik denk dus om te beginnen deze. Oké, is goed. En dan deze. Oké, is goed. Sion! Voor jou is die omgevallen. Eet het in de pot. Ik heb voor jullie een aanbod. Bij de vorige opdrachten waren 2 mensen veilig die de test niet hoefden te maken. Als jullie die 1 cent nog kunnen veranderen naar 1 euro, moeten jullie wel de hele toren af hebben, kunnen jullie 1 van die mensen gewoon gaan de test zetten. Veel succes! Oké, deze, dan dat grote blok die jij. En dan dat kleine, dan dat grote. En dan dat kleine rechthoek. Ja! Is dat gelukt? We kunnen niemand wegspelen. Wie willen jullie? Speranza of Kees? Kees. Kees, ik heb slecht nieuws voor je. Je moet gewoon nog de test maken. Wat jammer. Hallo kandidaten. Als jullie met deze blokjes een brug over de tunnel kunnen bouwen, kunnen jullie 100 euro voor de pot verdienen. Lukt dit niet? Mogen jullie Speranza spin aan de test zetten. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Kijk eens hoe mooi dit is. Ja, dat is goed. Dat is 100 euro in de pot erbij. Maak jullie klaar voor test en executie. Hallo Speranza. Omdat jij samen met Kees de eerste test niet hoefde te maken, maar Kees eindelijk toch wel, mag je nog iemand gratis doornemen naar de volgende ronde. Maar kies jij de mol, gaat er uiteindelijk aan de eindpot 500 euro vandaan. Kies jij de winnaar, dan komt er uiteindelijk 500 euro erbij. Kies jij voor de verliezer, gaat er 250 euro erbij. Wie neem jij mee naar de volgende ronde? En het mag niet Kees, Wopke of Egbert zijn. Ik neem mee naar de volgende ronde Ruben Rups. Gefeliciteerd Ruben. Jij mag ook gewoon naast me komen zitten. En dat betekent dat ik nu het eerste scherm ga laten zien. Egbert. Helaas. Jij valt helaas af. Maar, ik ga weer naar Speranza kijken. Je kan Ruben Rups zijn scherm laten zien. In ruil hoor dat nog iemand een rood scherm krijgt. Oeh, dat klinkt spannend. Ja, Ruben Rups, je moet je scherm zien. Ruben! Gefeliciteerd! Jij maar door naar de volgende aflevering. Veerle. Gefeliciteerd. Ook jij bent door naar de volgende aflevering. Sion. En helaas, ook jij valt af. Sion en Egbert, wat is misgegaan? Dat weten wij niet. Nou, 1 ding is zeker. Jullie mogen me mee naar het afvallershotel. Oké. Spannend zeg. Wie er binnen gaan komen. Ik gok. Egbert Egel. Ja, dat denk ik ook. Hey, hallo Egbert. Daar is die vriend weer. Hè, de deur. Waren er 2 rode schermen? Jip, 2 rode schermen. Hè, en de deur gaat nog een keer open. Goeiedag, kandidaten. Wat moet ik zeggen, 4 afgevallen kandidaten. Jullie gaan straks een test maken. Als je die test het beste hebt gemaakt van iedereen, mag je weer terug het spel in. De andere 3 die het slechtst hebben gemaakt, blijven hier. Succes! En trouwens, de test gaat over waar je op de echte pier. Je weet wel wat ik bedoel.
En toen moesten we in een rijtje staan. Nou, Liv had de test gemaakt. Toen was ik aan de beurt. Nou, ook ingevuld. Holly's beurt, ook ingevuld. En Sion geen flauw idee waar hij op zat. Hij klikte maar op de 6 die we nog over waren. Kandidaten, de kans is 25% dat je het groene scherm krijgt. De 75% kans dat je rood hebt. Holly. Helaas, jij mag niet terug het spel in. Egbert. Helaas, jij mag ook niet terug het spel in. Liv. Van harte gefeliciteerd! Jij bent terug in het spel! Hallo kandidaten. Ik heb een enorme verrassing voor jullie. Oh, wat dan, Peer? Mag ik een groot applaus voor Mystery Guest. Liv, lieve heersbeestje! Zij is terug in het spel! Yay! Nou. Dit was Wie is de Peer voor deze keer. Hopelijk kijkt u volgende keer weer.